Wanderson, ja, 2-3 winnen hier op Lommel. Dit was misschien wel een echte cupmatch. Het had alles wat een cupmatch eigenlijk vraagt. Veel doelpunten en veel spanning. Ja, zeker. Het was natuurlijk niet gemakkelijk tegen een ploeg van de tweede klasse. Maar ja, we hebben denk ik hard voor gewerkt om uiteindelijk die resultaat te halen. We mogen wel niet vergeten dat we ja, ook wel wat slechte dingen hebben laten zien vandaag. Ja, zeker, zeker. Ik denk dat we in het begin dachten, hebben we die een beetje onderschat. Maar uiteindelijk waren ze niet zo slecht. In de tweede helft hebben we een beetje gedomineerd. Kwamen we met een andere mentaliteit terug van de kleedkamer. En het was wel veel beter dan de eerste helft. Ja, en dan blijf je eigenlijk lang steken op 2-1, maar dan wordt er een extra spits gedropt. Een extra flankaanvaller en dan had hij ze eigenlijk wel onder druk. Ja, ja zeker. Ik denk dat het een goede beslissing was van de coach om meer aanvallend te spelen. En uiteindelijk hebben we kunnen scoren met die goal van Hossam. Ik denk dat we een beetje geluk hebben, maar dat was wel een goede beslissing van de coach zeker. Ik denk dat jij ook wel een goed zicht had op die bal, want jij trapte de corner. Was hij achter de lijn? Ja, ik zat aan de lijn eigenlijk en ik heb het gezien. Die bal is er echt voorbij gegaan. Goeie corner en je pakt nog een assistje mee, dat is altijd leuk. Ja, dat is altijd leuk. Dat is goed voor de vertrouwen en ik hoop dat ik iets beter kan laten zien voor de volgende wedstrijd. Op het moment dat het 2-2 staat, ben je dan toch aan het denken van oei nee, liever geen verlengingen? Ja, ja zeker. Een verlenging is altijd moeilijk tegen zulke ploegen van tweede klasse. Maar ja, uiteindelijk hebben we kunnen scoren met geluk en beter geen verlenging. En dan moet je eigenlijk gewoon het slechte in het spel vergeten, vertrouwen meepikken naar Anderlecht toe. Ja, ja zeker, zeker. Het is goed dat we hier winnen, want voor het vertrouwen voor de ploeg ook is het goed. Nu gewoon werken tijdens de week om het vertrouwen eigenlijk en de kwaliteit omhoog te zetten voor tegen Anderlecht goed te presteren. Oké, dank Anderson.